mijn papa waren samen met de fiets naar het dorp gereden, want we gingen even langs bij de bibliotheek. Want ik wou graag een boek lezen, maar die hadden ze helaas nog niet. Daarna even met de fiets naar de bakker. En dan ook nog een stopje bij een paar coole auto's. Want iemand die wij kennen heeft een autogarage met heel veel coole auto's. Na een tijdje gekeken te hebben, waren we terug naar huis gegaan. Maar niet voor lang, want ik moest met de auto weg. Want ik was naar mijn zus haar salonnetje gegaan, omdat zij mijn wenkbrauwen nog eens ging kleuren. En dat ziet er echt altijd heel erg grappig uit. Zeker als die kleur er net op staat, maar gelukkig was dat niet het eindresultaat. Daarna nog even naar de winkel gaan om eten in te kopen. Want mijn zus ging koken. Mijn zus en ik hadden onze auto's naast elkaar geparkeerd. Dat was best wel grappig. Ik had de kaas gerast en mijn zus had verder al de rest gekookt. En plots zag ik dit plukje haar. Dat zag er niet echt charmant uit. Mijn zus had de paprika's uit de oven gehaald. En ik had mijn haar teruggefixt. Het was heel lekker. En in de avond had ik nog een serie gekeken. Oké, bye!